Op het Johan Cruijffkoord in de Agniese buurt zijn eigenlijk altijd wel jongens aan het voetballen. Vandaag zijn het er extra veel, want er valt wat te winnen. Ik organiseer een voetbaltoernooi, zoals u ziet, met een aantal jongeren uit de buurt. We proberen zeg maar, jongeren uit de buurt toch weg te halen, zeg maar, om gewoon wat creatiefs te doen en sportiefs. En niet de buren lastig te vallen en zo. Al ruim een jaar lang organiseren de jongens toernooien. Met de opbrengsten van zelfgeschilderde sponsorborden wordt eten en drinken ingeslagen. Daarnaast krijgen de organiserende jongens een kleine vergoeding. Zo ook Boemi, de scheidsrechter van vandaag. Is die hard nodig, zo'n scheidsrechter? Eigenlijk niet. Maar ja, zeker voor het onzeker nemen. Waarom is die eigenlijk niet nodig dan? De jongens zijn altijd sportief. Ja, als er wat fout gaat, dan geven ze dat gelijk toe en zo. Gewoon een vrije trap spelen, altijd eerlijk. En waarom organiseren jullie dit? Ja, gewoon voor de jongens, om ze een beetje bezig te houden. Ja, deze buurt staat ook wel bekend als de criminele Marokkaantjes en zo, maar dat is totaal niet zo. Dus daar vandaar gewoon de jongens een beetje bezighouden en zo. Iedereen mag gratis meedoen. Nou ja, iedereen. Jongens, willen jullie niet meedoen? Nee. Nee, lijkt je dat niet leuk? Ja, wel, maar ik mag niet. Mag het niet? Waarom niet? Weet ik niet. Je bent toch wel goed genoeg? Ja, maar dat groot. Als je zo groot bent, ga je dan ook meedoen? Ja.